wat vragen stellen. Wie hebben we daar? De burgemeester van Ermelo. Van Ermelo. Hallo, goedemorgen deze morgen. Het is dinsdag vandaag en ik ben reet vroeg wakker. Het is nu 6:55. Ik moet er 5 minuten de deur uit. Want ik heb vandaag een opdracht waarbij ik een video ga maken. Omdat het vandaag de Nationale Duurzaamheidsdag is in Nederland. En dan ga ik een video maken voor een bedrijf die duurzaamheid test, zeg maar. Beetje makkelijk gezegd. En oh ja, nog iets heel erg leuks. Vandaag mag ik de Moeders voor Moeders boxen, kratten, buiten zetten voor de laatste keer. Dus dat betekent vanaf vandaag niet meer plassen in een kannetje. Halleluja. Dat zijn echt heel wat weken geweest. En dat was soms best pittig. Maar ik ben heel erg blij dat het erop zit. Maar ook heel erg blij dat ik het gedaan heb. Want het feels good, you know. Ja, dat is namelijk om andere vrouwen te helpen die ook zwanger willen worden, maar dat niet zo goed kunnen. Dus yes. En dat komt omdat het is vandaag de Nationale Dag van de Duurzaamheid. Dat wil betekenen dat Nederland laat zien hoe wij mooier en schoner kunnen worden met betere duurzaamheid. Er zijn een aantal kinderen hier in Ermelo waar ik bij op bezoek ga. En die gaan vragen stellen aan de burgemeester. Dat zullen ze vast heel spannend vinden. Dus bij het gemeentehuis, die helemaal vol staat met kinderen die allemaal de vraag mogen gaan stellen: hoe duurzaam is Ermelo? Wethouder Jan staat naast mij en wij gaan samen voor jullie. En wie zit daar naast mij? Ja, herkenbaar aan zijn. Nee, keten. Bij 100 milliliter zit 6,5 suiker. Zo, we gaan even wat vragen stellen. Wie hebben we daar? De burgemeester van Ermelo. Van Ermelo. En we gaan wat vragen stellen. Ermelo is al best een klein beetje duurzaam, maar nog lang niet duurzaam genoeg. En waaruit daaruit blijkt, je kunt zien dat er al heel veel zonnepanelen in Ermelo zijn. En wij weten dat heel veel mensen hebben subsidie aangevraagd om hun huis te isoleren. En als je het huis goed geïsoleerd hebt, dan is jouw woning duurzaam. En daarmee wordt Ermelo ook duurzamer. Maar we zijn er nog niet. Wij moeten nog steeds verder. Waarom vindt u duurzaam werken en leven belangrijk? Duurzaam werken en leven is volgens mij heel belangrijk. Omdat dan ook de wereld er nog mooi uitziet en leefbaar is als jullie groot zijn. Ik heb bijvoorbeeld geen auto en ik eet ook geen vlees. Wat ook een heel groot effect heeft op het milieu. Als je dat hele jaar biefstukje eet, heeft dat een groter negatief effect op het milieu dan als je het hele jaar in de auto rijdt. Dus daarom doen we het allebei niet. Oké, deel 2. We gaan nu naar de zaak van Ermelo en dan gaan we weer een aantal vragen stellen. Over duurzaam ondernemen, denk ik. Toch? Ja. Je verdwijnt bijna onder je tafel. Weet je, vloggen kan heel relaxed. Weet je waarom? Je neemt gewoon wat op en dan kijk je later of je het leuk vindt. En alles wat je niet leuk vindt, dat gooi je zo in de prullenbak. Ja. Yeah. Dat is het voordeel. De digitale prullenbak. De digitale prullenbak. Hoi. 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 Nou, hier komt het dus. Kunt u heel kort even vertellen, want ik heb ook niet echt een idee wat het is en wat hier gaat komen? Nou, de Milieumanager is een nieuw initiatief in Nederland. Ja? Eigenlijk in de Benelux, maar te beginnen in Nederland. En is erop gericht om de inwoners van ons land zoveel mogelijk duurzaam door het leven te laten gaan.
Dus ja. Wij proberen particulieren ertoe te bewegen om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak te gaan leggen, infraroodverwarming te nemen, LED-verlichting toe te passen. En die producten die komen allemaal in deze winkel. Ja, in de stand zeg maar. In de stand, hè? Dat is een shop in shop, zoals wij dat met een mooi Nederlands woord noemen. Ja. En wij gaan vanuit de milieumanager hier in deze winkel proberen de inwoner van Ermelo te enthousiasmeren en ertoe aan te zetten om in ieder geval die producten bij ons aan te gaan schaffen. Zo, ik ben nou weer bijna thuis, maar ik krijg echt in één keer zo'n vlaag van moeheid. Oh. Het is nu 12 uur. Ja, waarschijnlijk als ik zo even wat meer heb gegeten. Ik had nog 2 broodjes bij me. Maar als ik nog wat meer heb gegeten, dan voel ik me wel weer beter. Maar op dit moment wil ik echt gewoon gaan slapen. Maar dat kan niet. Want ik maak vandaag dus een video voor NDI. En die moet vanmiddag al af zijn. Dus ik moet meteen door aan de slag. En dat moet omdat het eigenlijk een beetje een nieuwsbericht is. En dat soort dingen moeten gewoon meteen gemonteerd worden. Want dan kunnen ze eventueel nog gebruikt worden door de televisie. Daar ga ik verder niet over. Daar gaan de mensen over van NDI die mij deze video hebben laten maken. Zodoende dat ik heel even moet doorpakken. En dan nu als een gek editen, want ik heb nog 2 uurtjes en dan moet ik Jola weer ophalen. Dan ga ik daarna wel weer verder, maar wat ik allemaal kan afkrijgen voor die tijd zou heel mooi zijn. Let's go! Ik heb Jola opgehaald van school met de fiets, dus een beetje buiten adem, maar wel duurzaam bezig op deze Nationale Duurzaamheidsdag. Ik weet niet wat duurzaam betekent. Nou, dingen die goed zijn voor het milieu. Wat is goed voor het milieu wat jij nooit doet de laatste tijd, nooit meer? Vlees eten. Goed zo. Jola eet bijna geen vlees meer. Yay! Wil je deze, Jola? En wat is dat? Luut, luut. Ik dacht ik ga vandaag eens even bijhouden hoe lang ik bezig ben met Jola naar turnen brengen. Nou, 15:15 ging ik weg en het is nu 16:55. Dus gewoon nog meer dan een half uur. En dan moet ik er ook nog ophalen straks. Dus ik ben gewoon per dag dat Jola traint, ben ik meer dan een uur, anderhalf uur kwijt aan haar brengen en halen. Hebben vandaag. Weet je hoeveel vlog dit is? De 200ste! Woe! We kregen net zomaar een pakketje met een hele leuke tas. Hey, deze tas is wel leuk voor jou, Jola. En hele leuke spulletjes. Kijk, oh, je zit alles al open te maken. Ja, maar dat laten we toch zien. Oeh, wat een mooi horloge voor jou. Ah, dat is mijn maat. Maar eerst moet ik erin. Ja, je moet hem even normaal omdoen. Ja. Een cadeautje van Larissa Silverwish. Oh, wat een leuke sjaal. Die is denk ik voor mij. Wil jij die? Kunnen ze ook delen. Kijk, we hebben alle twee een bandje. Nee, vet. Dit is niet zo'n sjaal, maar zo'n ding wat je om... Jawel, dat is gewoon een lekkere grote sjaal. Bart heeft hem ook al ingepikt. Ik dacht dat het zo'n driehoek ding was. Hij is wel heel mooi, schat. Mooi. Ja, die is deze voor mij bedoeld. Ja. Die is voor jou. Auw, kijk eens even wat we hebben. Ja. 2 horloges. Ja, deze voor mij. Die lieve Bart is aan het koken vandaag. Wat ben je aan het maken? Broccoli. Vega burgers en vega Tex-Mex burgers.
Yeah. En? Lekker. Vegetarische aardappeltjes. Oh, wat goed, schat. Wat een lange dag was dit. Hé, Dex? Het was elke dag maar zo'n chill dag. Zoals bij jou. Mijn buik is ook ontploft vandaag. Ik loop nu in mijn legging. Want die spijkerbroek zat echt niet lekker meer. Weet je, ik ga lekker chillen met Bart op de bank. En om toch nog een beetje, ook kwam ik er een beetje laat mee met die gedachten, een beetje te vieren. Dat het de 200ste vlog is, heb ik hier nog een leuke afsluiter voor jullie vandaag. Van de afgelopen periode. Van wat gekke beelden en wat gekke vlogs. Dankjewel voor het kijken van vandaag. En tot morgen. There you go. Heel leuk. We gaan naar buiten. Hoi. En het regent. Heb je flesje opgedronken? Leeg het dan niet. Doe je het niet, dan ben je niet consequent. En dit ligt voor mij klaar. Go again. Wij doen bij de wereld in. Dex is ook mee, kijk maar. Woehoe. Hebben we er zin in? Woehoe. Ja, Dex. Ja. We zijn al 14 uur onderweg en Yola is nog steeds... Happy and Peppy! Neem maar een goede slok. Wow. Neem maar een goede slok. Dat is lekker, schat. Dat is heerlijk. Ja. Even al je zorgen wegdrinken. Oké, okay, is wel een hele grote slok. Hier is heel veel lawaai, toch? Ja. Nou, Jan, als je lawaai maakt, dan krijg je pizza lawaai. Dat was een kleine pizza. Dit is heel Dus ik ben op zoek gegaan naar een hele leuke vlogger. Die is naar Lomans, die is naar Goedemorgen. Hallo allemaal. Ik ga vliegen. Ik heb nog spinazie en ananas. Bananen. En sugarans. Wel een beetje zuur, laten we eerlijk wezen. Maar pas bij jou. Zuur is gezond. Vijf, vier, drie, twee, één. Haal hem eraf, Bart. Yo, haal je hem er maar af. Oh, yes. Je allebei. Oh. Ik kan hem laten zien. Waar gaat die bek eruit? Twee. Oh, sorry.